Nou, meestal zit ik hier. Vreeman is geen compleet onbekende in de ijshockeywereld. Als student ging hij in Groningen al naar de plaatselijke ijshockeyclub kijken. En als burgemeester van Tilburg kwam hij regelmatig bij de Tilburg Trappers. Maar voorzitter van de bond, dat is toch nog even iets anders. Ja, dat is natuurlijk toeval. Ze komen bij mij en vragen van wil je dat doen? En dan ga je erover nadenken. En bij mij begint het altijd met de vraag, vind ik de zaak zelf leuk? Als het een sport is die mij niks zegt. Ik hou heel erg van teamsport. Balsporten eigenlijk ook. Nou, puk is eigenlijk ook een soort bal. Nou ja, dan komt er toch een soort sentiment over je. Dat je denkt, van, ja, als zij dat leuk vinden, misschien kan ik wel een bijdrage leveren om die sport weer een stapje verder te brengen. 2 jaar geleden sneuvelde Vreeman als burgemeester van Tilburg na een politieke rel met onder andere raadslid Hans Smolders over het Midi-theater. Het ging er in de gemeenteraad natuurlijk ook af en toe stevig aan toe, maar dit is wel andere koek, of niet? Ja, het is een mannelijke sport, hè, zou je kunnen zeggen. En, ik vind dat vaak wel een beetje overdreven wordt, maar het onderdeel van de sport is natuurlijk dat het heel fysiek is en heel veel echt een contactsport is. Ja. Uw meest zware politieke tegenstander was natuurlijk ook een stevige ijshockeyer, hè? Weet je op wie ik doel? Ja, nou ja, Smolders heeft vroeger hier geijshockeyd, verder weet ik daar niet zoveel van. Als het gaat over het besturen van de ijshockeybond, dan weet hij het in elk geval wel. Het is natuurlijk een kleine sport in Nederland, een grote sport in de wereld. Nou ja, dan moet je dus kijken hoe ga je om met jeugd krijgen, hoe kan je die clubs weer sterker krijgen. Heel veel clubs hebben financiële problemen gehad. Hoe zorg je ervoor dat het Nederlands team toch, laten we zeggen, een beetje in de middenmoot van de wereld blijft functioneren. Heb ik hier achter een paar ijshockeyschaatsen en een stick liggen. Zou je mij eens willen laten zien hoe we een puck moeten slaan? Nee, dat ga ik niet doen. Nee, je moet geen dingen doen die je niet kunt. U gaat besturen, dat kunt u wel. Nou ja, daar heb ik in ieder geval veel ervaring mee. En ik vind, ijshockey moet gewoon door de mensen gedaan worden die het kunnen.